weegschaal. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 9. En dat is van maandag 26 februari tot en met zondag 3 maart. Dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof deze week een week is waarbij er nieuwe dingen mogen gebeuren. En verschillende nieuwe dingen. Het lijkt alsof je aan het onderzoeken bent. Het lijkt alsof er een stuk passie is. Het kan zijn dat de liefde een nieuwe kans gaat krijgen. Of een nieuwe verdieping gaat krijgen. Maar het is een stukje waar je voor jezelf aan het onderzoeken bent. Je bent wat aan het kijken wat je eigenlijk allemaal leuk vindt. En het kan dus zijn dat het allemaal heel breed is. Dat er best wel veel dingen gaan gebeuren deze week. Of in ieder geval dat er veel kansen gaan komen waar je over na gaat denken. En het lijkt je gewoon echt wel iets te gaan brengen. Het kan wel zijn dat je behoorlijk wat verschillende dingen wil onderzoeken ook om tot echt tot een bepaald besluit te komen. En dat is natuurlijk helemaal goed. Je hebt in ieder geval de kansen, je krijgt die ideeën en je mag er natuurlijk mee doen wat je wil. En ik heb het idee dat je er zeker aan het einde van de week bepaalde dingen gaat uithalen die je definitief gaat maken. Maar je hebt voor jezelf deze week echt het een en ander uit te zoeken. En eigenlijk lijkt je dat best wel heel erg goed af te gaan. Dus alweer de korte week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.